het hoogtepunt als premier? In 100 dagen zijn er natuurlijk een aantal hoogtepunten geweest. Elke dag is eigenlijk een hoogtepunt. Doe elke dag nieuwe dingen, belangrijke dingen. Die ook bijdragen aan oplossingen voor de mensen in Nederland. Dus ik vind het eervol en leuk om elke dag daarmee aan de slag te zijn. Nou, ik denk toch dat we de begroting en het regeerprogramma hebben afgerond. Wat was uw hoogtepunt? Hoogtepunt vond ik persoonlijk de ontvangst op het ministerie vlak na onze bediging. Het was een hele mooie feestelijke bijeenkomst, vond ik heel leuk om dat mee te mogen maken. Constructieve debatten ook met de Tweede Kamer gehad, naast een aantal debatten die net wat pittiger verliepen. Mijn hoogtepunt was de presentatie van onze defensienota. Dat is onze strategie voor de komende jaren, waarin we 3 miljard meer in defensie gaan investeren. En om te kunnen aankondigen dat de tanks weer terugkomen naar Nederland bijvoorbeeld, dat was wel een heel bijzonder moment. En daarbij, ja, ik zie aan de achterkant wel dat ik ervoor kan zorgen. Ik ben minister geworden om voor de agrarische sector ook met praktisch uitvoerbaar beleid te komen. En een persoonlijk hoogtepuntje was natuurlijk toch de marathonfinish en de gouden plak. Dat is duidelijk. En uw dieptepunt? Dieptepunt vond ik zelf, dat was 29 augustus als ik me goed herinner. Het overlijden van de machinist van DB Cargo, dat vond ik echt een triest dieptepunt. Ja. De snelheid die soms gemaakt wordt, als je ziet dat er nu een oorlog is in Europa en dat de Russische agressie alsmaar toeneemt, dan vind ik dat we in Europa met elkaar sneller zouden moeten handelen, sneller de defensieindustrie opschalen, sneller steun aan Oekraïne leveren. En dat valt me soms tegen het tempo dat gemaakt wordt. Dieptepunt, ja, daar zou ik dieper over na moeten denken, denk ik. Kan er wel een paar bedenken. Ik zag het in de ogen meteen. Kijk, ik heb met hele complexe regelgeving te maken. Kijk niet tegen de berg op, ik probeer er altijd overheen te kijken. Maar de berg is wel hoog. Dat zijn toch wel momenten dat je op iets moet reageren? De dieptepunten zijn natuurlijk toch je lange nachten. Laat ik het zo samenvatten. Ja. En de algemene politieke beschouwingen misschien, of het eerste debat? Nou, dat waren ook allemaal lange nachten, het CQ dan wel lange debatten. Maar debatten horen erbij, dus ik zou ze niet meteen als dieptepunt willen kwalificeren.